Het Vlaamse platteland, net onder de rook van Antwerpen. Het is de thuisbasis van de Belgische voetbalbroers Rommens. Olivier is heel hevig, is heel fel. En Philippe is rustiger. Eigenlijk meer een beetje beheerst. Olly en Phil, zoals ze genoemd worden, wonen nog thuis. Niemand heeft ze nog kunnen weghalen onder moeders vleugels. Geen tijd voor de meisjes? Ja, daar maak je natuurlijk tijd voor, maar... Je moeder zit daar, is lastig. Ja, hè? Daarom. Dat snap ik. Ja, klopt. Voor het eerst in hun leven staan Olly en Phil loodrecht tegenover elkaar. Want normaal zijn het twee handen op één buik. Onze jeugd, we hebben altijd alles samen gedaan. Maar dat is vrijdag tijdens de wedstrijd NAC Jong PSV dus afgelopen. En dat zal niet meevallen. Ja, dat hebben we al sinds kleins af aan meegekregen. En dat je gewoon altijd moet willen winnen. En dat hebben we ook gewoon... Ja, dat zit allebei in ons. Dan denk ik wel dat er een broederstrijd zal losbarsten. Mijn broer is ook iemand van... als ik hem voorbij ben of zo, dan zal hij echt alles aan doen om mij terug te halen. En ook al is daar een tikje bij of... Dat maakt niet uit. Dat ik maar niet voorbij hem ga. Of andersom ook niet trouwens. Nee, jij laat hem ook niet gaan. Nee, zeker niet. Dus in dit geval kan moeder Rommens alleen haar hart vasthouden. We zullen voor alle twee supporteren. En of dat ze nu winnen of niet winnen, dat maakt niet uit.